Ja, dank u wel. Het is een indrukwekkend gezelschap. Ik heb eigenlijk nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. Ik weet niet of ik in de toekomst nog zoveel mensen bij elkaar zal zien. Je moet natuurlijk ook niet al te hoogmoedig worden. Want ik dacht eigenlijk, terwijl ik hier er straks stond en lege stoelen zag, aan die kerken in Barneveld. Daar kunnen 3000 mensen in. 2 keer zoveel als hier. Dus wil ik dit nog kloppen, dan moet ik orthodox gelovig worden. Dan is er een kansje dat ik een nieuw record vestig. Maar anders zal het hierbij beperkt blijven. Heeft u daar hoogtevrees bovenin of niet? Ja? Ik heb zelf verschrikkelijke last van hoogtevrees. U heeft geen idee hoe blij ik ben dat ik hier beneden sta en dat u daarboven zit. Hè? Ik zou echt de hele voorstelling... Oh, god. Wat erg. Het is een vreselijke emotie, hoogtevrees. Ja, ik moet u zeggen, ik heb al die tijd lopen denken natuurlijk aan precies 50 jaar geleden. Want 50 jaar geleden zat ik hier in de zaal. Het zal denk ik begin 63 zijn geweest, eind 62, ik weet het niet precies. Ik was door kennissen uitgenodigd om naar Toon Hermans te gaan kijken. The One Man Show. En ik had me er eigenlijk niks bijzonders van voorgesteld. Daar heb ik altijd last van. Ja, een hele slechte eigenschap, maar aan de andere kant natuurlijk een hele goede eigenschap. Want als het dan leuk is, dan vind je het extra leuk eigenlijk. Hè? Terwijl als je himmeloogjuichend gaat kijken en het is niks, dan krijg je zelfmoordneigingen. Dus eigenlijk kun je beter zoals ik zijn dan dat je al te vrolijk naar dit soort van gelegenheden toe gaat. Hè? Je moet het een beetje gedempt houden eigenlijk. Dus ik had me er niet te veel van voorgesteld en ik was diep onder de indruk. Dat wil zeggen, ik vond het fantastisch. Het was eigenlijk de eerste keer dat ik naar echt theater ging. En nou ja, die zaal, ik weet niet of die toen al zo groot was, daar ben ik totaal vergeten. Maar ik was bold over, zoals dat heet. Om het eens een goede Nederlandse uitdrukking te geven. Werkelijk bold over. Vooral de sketches natuurlijk. Ik heb nooit iets met die liedjes gehad. Waarom al die cabaretiers willen zingen is mij een godsraadsel. Hè? Want hij zong dan een liedje, dat u kent u vast wel, de Mediterranee zo blauw. Dan heb ik mijn hele leven een enorme hekel aan de Mediterranee gehad. Ja, klote klimaat, geen wolken. Ja. Ik vind het helemaal niks werkelijk. Ik heb het liefst een beetje grijze zee. Hè, een beetje forse branding, motregen. Lekker windje. Hè. Dat vind ik weer. Hè. Dat is het hele probleem met de Mediterranee. Er is geen weer. Eigenlijk hebben ze geen weer. Hè? Na een week begin je al te denken, waar blijven de wolken? Hè? Kan er niet eens een wolkbreuk komen of zo? Ik zwijg nog van het feit dat je dan een appartementje hebt gehuurd waar achter de hele boel 3 weken lang in de fik staat. Hè? Zodat van die vliegtuigen op 15 meter hoger op hoogte overkomen. Dat je denkt, ik hoop niet dat ze bij ons de luiken opentrekken. Hè? Dan kunnen we meteen door. Nou ja, u ziet ook hoe makkelijk ik afdwaal. Ja, misschien moet u me dan maar tot de orde roepen als het zover is. Ik vond Toon Hermans eigenlijk geweldig, ik kan niet anders zeggen. En als je die sketches terugziet, die zijn eigenlijk nog steeds even goed als ze toen waren. Omdat ze niet op de actualiteit waren geënt, hebben ze nog dezelfde aardigheid als toen. En ze zijn natuurlijk van timing zijn ze ongelooflijk. Ook hij kon iets maken van de lulligste. Van niks kon hij eigenlijk iets maken. Dat is het talent. En nu denkt u natuurlijk dat ik ga zeggen dat ik meteen al toen in mijn jonge ziel dacht van, dat wil ik ook. He? Daar wil ik ook staan. Ook met zo'n leuke sketch. He? Met, ik weet niet waar hij het over had, dat een gehaktbal in zijn zak of zo. Zoiets was het. Het was in ieder geval, ja, je komt er niet zo op, maar het was enorm geestig. Elke keer als ik zelf een gehaktbal in mijn zak heb, dan denk ik aan Toon Hermans. Maar dat dacht ik helemaal niet. Er was geen moment kwam het bij mij op dat ik dat ook zou willen of zo. Absoluut niet. Ik was namelijk een enorm verlegen jongen. Ja, wat was ik, een jaar of 18, 19? Ik was echt dodelijk verlegen. En daar ben ik nu nog, alleen laat ik het minder merken. Dat is het eigenlijk. En ik heb ook wel eens gedacht, zou het niet zijn dat veel mensen die dodelijk verlegen zijn, uiteindelijk toch op de planken geraken. Om daar misschien voortdurend te overcompenseren wat ze weten dat hun grote gebrek is. En als je maar verlegen genoeg bent en bang genoeg, dan... Want wat is het ergste wat je op het toneel kan overkomen? Dat je niet meer weet wat je zeggen moet. Dat je denkt van...
Waar ging het ook weer over? Hè? Een beetje zoals later mensen die dement worden, die gaan boodschappen doen en dan verdwalen ze. Hè? Tussen de slager en de voordeur verdwalen ze. Zoiets dergelijks. En daardoor blijf je dan maar gewoon doorpraten. U zult zien, als alles goed gaat, dan blijf ik gewoon doorpraten. Ja, soms denk ik zelf ook, waar gaat het in godsnaam over? En ik moet u even nog attenderen op dit wonderlijke prehistorische monster. Wat doet het u aan denken? Aan Jurassic Park. Hè? Daar doet het aan denken. Het is zo'n monster wat ineens dan zo achter je staat. En hij snuffelt ook. Hè? Hij snuffelt. Het heeft iets. Het heeft toch net of het een levend wezen is. Vindt u niet? Ja, ik wist helemaal niet dat hij er zou staan, moet ik u zeggen. Maar ik vind het wel keurig. Kijk, hij maakt ook een soort dansje. Het is een soort. Hè? Het is nou dat ik niet dansen kan, maar anders zou het een ontzettend leuke show worden. Let er maar een beetje op. En dan komt soms. Sluipt hij ineens. Sluipt hij in feite nader. Ja, dus omdat ik zo verlegen ben. En omdat je toch denkt: grote god, 1600 mensen, dat is even wat. Heb ik wel overwogen om assistentie te vragen. U weet dat bij dit soort van dingen vaak duo's optreden. Met een aangever en u weet zo'n beetje hoe het zit. He, de aangever en degene die echt leuk is. En toen dacht ik bij mezelf, zal ik Erik van Muiswinkel vragen? Want ik had een stukje in de krant gelezen. Hij had mij nagedaan op de tv. En toen las ik in de krant dat hij mij eigenlijk beter deed dan ik het zelf doe. Denk, nou ja, dat is eigenlijk een soort postmoderne ontwikkeling. Waarbij de imitatie beter is dan de werkelijkheid. Want u weet, nu ik dit verteld heb, weet u niet eens 100% zeker of ik niet gewoon Erik van Muiswinkel ben. En dat Van Rossum gewoon totaal verzenuwd thuis zit. Hè? Op de bank. Te kijken naar een of andere tv-programma. Waar hij sowieso altijd al de pest in heeft. Hè? Dat zou kunnen. Hè? Dat ik Erik van Muiswinkel wel met zo'n kussentje voorgebonden. Hè? Maar ja, u moet het maar geloven. Maar ik ben niet Erik van Muiswinkel. Maar het leek mij wel een enorm leuk idee dat je dan elkaar kunt afwisselen eigenlijk. En op die manier zouden dus mensen met deze talenten, de imitatietalenten, die zouden eigenlijk de wereld over kunnen nemen. Hè? Hoe weet u zeker dat Mark Rutte daadwerkelijk de leider van de VVD is en niet een cabaretier die dat voor zijn eindexamenproject heeft ingestudeerd? Ja. Dat zou kunnen toch, dat moet u. Want er zijn wel. Ik weet niet of het u een beetje is opgevallen, maar er is in ieder geval één politieke partij, GroenLinks, waarvan je vrijwel zeker weet dat het een eindexamenproject van de Kleinkunstacademie is. Ja. Want u, dat is meesterlijk gedaan. Hè? Meester, god, hoe ze het verzonnen hebben. Dat moeten de beste tekstschrijvers van Nederland zijn. Hè? Ook die voorzitter van die partij, dat is gespeeld op een, nou ja, geniaal eigenlijk, of zo moet je zeggen, geniaal. Want de bedoeling is natuurlijk dat de partij te gronde wordt gericht, dan is het project klaar. Dat was de bedoeling van de onderneming, dat het dan klaar zou zijn. Ja, dus de politiek doet dan een beetje aan cabaret. En omdat ik me altijd heb voorgenomen om binnen 5 minuten iets negatiefs over Geert Wilders te zeggen, ga ik dat nu ook nog even doen. Het heeft er niks mee te maken, maar kan nooit kwaad eigenlijk, hè? Want die stukjes natuurlijk bij de algemene beschouwing, en dan weet u dat Martin Bosma schrijft dan zo'n stukje met allemaal vol met verwensingen en dat de regering onmiddellijk moet aftreden en allemaal dat soort van dingen. Volstrekte flauwekul en dat draagt hij dan boos voor. Hè? Dat is eigenlijk ook een soort cabaret optreden. Ik vind het wel knap dat hij niet in de lach schiet bij die ongelooflijke lulkoek die hij uitkraamt. Hè? Dat is ook een talent, dat je niet om jezelf lacht. Hè?
Je hebt mensen, die, je kent die mannen wel, die dan een mop gaan vertellen en dan op een kwart al zo hard moeten lachen dat nooit helemaal duidelijk wordt wat de aardigheid er eigenlijk van is. Hè? Die zijn niet geschikt voor dit vak. Dat moet je wel constateren. Goed, hebben we dus ook gehad. U bent natuurlijk ook benieuwd wat eigenlijk... Want zoiets als dit moet een naam hebben. Het moet een soort rode lijn hebben. Er moet een etiket opgeplakt kunnen worden. Het moet in een nota kunnen worden opgeslagen. In een document, weet ik veel. En dan moet het een naam hebben. Net zo goed als u een naam heeft. Hè? Als u ergens naartoe zou gaan en zou vragen... Ja, van, hoe is uw naam? Ik heb geen naam. Dat zou gek zijn. En dit moet dus ook een naam hebben. En ik heb een naam verzonnen. En iedereen wilde eigenlijk dat ik van tevoren zou verklappen wat die naam is. Ja, heel raar natuurlijk, want ik zei, ja, daar zitten 1600 mensen. Die zijn voor dag en dauw opgestaan in Uithuizen om hier op tijd te zijn. En dan zou al op de tv verklapt worden waar het eigenlijk over gaat. Dat is toch ontzettend flauw. Dus ik heb het speciaal voor u bewaard. Ik zou het ook op prijs stellen, als u kennis heeft die morgen gaan, dat u dan niet gaat doorbellen. Zeg, het heet zus en zo. En er was geen zaak aan. Ja, de titel die ik had verzonnen, u zult zo zien waarom dat van groot belang is, dat is kluitjesvoetbal. En niet iedereen waarschijnlijk van u weet wat kluitjesvoetbal is. Kluitjesvoetbal is de manier waarop kinderen voetballen. Kinderen denken namelijk dat je altijd bij de bal moet zijn. Maar dat is helemaal niet de kern van het voetbalspel. De kern van het voetbalspel is namelijk dat je daar bent waar de bal komt. Ja, ik heb dat niet zelf verzonnen. Dat zult u wel begrijpen. Ikzelf was ik een beetje een kluitjesspeler inderdaad. Maar dit is verzonnen door de grootste filosoof van de laatste 3000 jaar. U weet wie ik bedoel. Die nog eens zei, de bal moet het werk doen. Dan denk je, de bal moet het werk doen. Maar dat ik daar niet aan gedacht heb. De bal moet het werk doen. Ja. De bal moet, daar begrijpen kinderen niks van. Vandaar kluitjesvoetbal. Kluitjesvoetbal is dus voetbal waarbij de deelnemers niets begrijpen van de tactiek en de strategie van het spel. En nu begrijpt u dat ik dat metaforisch bedoel. En dat die term slaat in mijn geval op de media. Dus als een rode draad loopt de kritiek op de wijze waarop de media de werkelijkheid representeren door het verhaal wat ik nu hopelijk ga vertellen. Want als ik me ergens aan erger eigenlijk aan de lopende band is de wijze waarop de media onze werkelijkheid representeren. En nu is het zo, uw eigen werkelijkheid, daar heeft u wel verstand van. Van uw eigen gezin heeft u verstand en van de straat waar u woont en van de buren heeft u het meeste verstand van. En u heeft verstand van het werk wat u doet en nou, van alles en nog wat u uit eigen ondervinding kent, daar heeft u verstand van. En daar kunnen ze u maar niet zoiets over wijs maken. Hè? Maar van al die andere dingen die zich afspelen in de grote boze buitenwereld, ver weg, op gekke plaatsen, in Ondiep, of in Feyenoord, of weet ik veel waar, of in Oeganda, of vergelijkbare plaatsen, daar heeft u geen idee van. Alles wat u daarover hoort, hoort u van, nou ja, ik zeg nou de media, maar het is duidelijk dat ik niet de Apeldoornse Courant bedoel, maar dat ik het heb over de televisie. En dan heb ik het nog, ik beperk me nog tot een min of meer fatsoenlijke televisie. Hè? Dus de echte halve garen televisie, kookwedstrijden, zangwedstrijden, daar gaan we het vanavond nou niet over hebben. Dolgraag zou ik daar zijn avond mee vullen. Waarbij er misschien op die letters van mijn eigen naam een klein comfortje zou kunnen worden geplaatst. Waarop ik dan een eitje bak. Hè? Terwijl kleuters die hebben ook, gaan ook een eitje bakken. En dan zeg je van, nou dat ziet er waardeloos uit. Donder maar op met dat klote eitje. Hè? Ja, ik dacht, ik kan er misschien op gaan zitten. U zult misschien zeggen, wat een ijdeltuit dat hij daar nou zijn hele naam in piepschuim heeft laten uitvoeren. Maar ik wist van niks. Ik kwam binnenlopen en ik zie dat staan. Hè? Ik dacht wel, ik kan door mezelf heen lopen. Dat is wel weer fijn. Hè?
terwijl hij mij beloert. Ten slotte toe te springen. Ja, waar was ik? Oh ja, bij het kleintjesvoetbal, bij de media. Ik zal u laten zien waar de media voortdurend eigenlijk niets van de tactiek en strategie van de werkelijkheid begrijpen. En u een beeld voorschotelen wat met die werkelijkheid in alle opzichten niets te maken heeft. Of wat juist hele wonderlijke aspecten laat zien van die werkelijkheid die misleidend zijn. Waardoor u denkt, oh jee, waar moet het heen? He? Wat u vaak denkt thuis natuurlijk, oh, waar moet het heen? En zeker de laatste tijd. Want de media laten niet na om u bang te maken over de naaste toekomst. Dan denk ik, oh god, gaat dat goed aflopen? He? Dan moet ik het, nou ja, tenslotte zal ik het, ik wil u ook niet flauw zijn, ik ga het wel positief afsluiten. Dus dat u, als u halverwege gedeprimeerd raakt, dat u, dan kunt u uw partner aanstoten en zeggen, nou, het trekt wel weer bij straks. Komt wel weer goed. Ja, voordat ik iets, ik wou iets over raar nieuws zeggen. En ik wou, maar voordat ik iets over raar nieuws zeg, wou ik eigenlijk iets zeggen over de meest revolutionaire verandering in de Nederlandse mediawereld. Want u heeft waarschijnlijk gedacht dat dat lopen van mij, dat het een beetje onwillekeurig gedoe is. Een beetje, ik zwalk een beetje van links naar rechts en ik loop door mijn eigen naam heen. Maar dat heeft u, wat als u goed heeft opgelet, waar doet het u aan denken? Aan het journaal van 8 uur. Ja. Ja. Het is, u moet het dus zien als dynamisch lopen. En ze hadden in het begin ook al enorme moeite ermee. Heeft u dat gezien? Vooral Rob Tripp, die zag je en dan. He? Want ze beginnen dan met zo aan de zijkant. He? Aan de zijkant beginnen ze met het nieuws van de dag. Zal ik nou maar even zeggen. He? Dus ze staan hier zo'n beetje. Ja, ze vervloeken me nou van die tv, want nu sta ik uit het licht. En dan zeggen ze, ja, ze moeten iets nieuws zeggen. Dus een grote groep kikkers ontsnapt uit het laboratorium in Apeldoorn, zal ik nou maar zeggen. En dan komt die oplopen. Zo. Hier staat dat hele kleine lullige kathedertje. Hè, dat je denkt van, daar kan die niet achter. Nee, dan moet je ook een beetje schuin achter gaan staan. En dan zegt hij, goedenavond dames en heren. Nou, enzovoort, enzovoort. En als dan de correspondenten komen, moet hij weer naar het juiste scherm toe. Waardoor die, hè? Waardoor die wel eens even. Ah, gelukkig. Daar is onze correspondent in Cairo, hè? Die meestal gewoon in Beirut is, maar hij zegt, ja, dat begrijp ik nooit zo goed. En in het begin dacht ik steeds van, op de grote stille heide dwaalt de herder eenzaam rond. Hè? Ik had een beetje meelijden met Rob Tripp. En Sascha de Boer heeft weer een heel aparte loop. Omdat ik heb de indruk dat zij het vervelend vindt dat ze met haar achterwerk al te prominent in beeld komt. Waardoor ze steeds, ik zal het even met die camera voordoen, waardoor ze steeds zo'n beetje zo. Hè? Zo. En die jongens van het voetbal, die gaan er al zo'n beetje zo bonkig bij staan. Die gaan zo. Alsof je voor sport per definitie een boerenlul moet zijn. Ja, nu ik dat gezegd heb, ga ik daar maar niet op door. Ja, het journaal, weet u waarom ze dat gedaan hebben? Die raar dat. En is het u ook opgevallen dat vooral de weervrouw, de weerman heeft er minder last van. Maar de weervrouw, die als ze dan haar praatje heeft gedaan, dan gaat daar de lamp uit. En dan begint ze ook een beetje in de richting van het licht te lopen. En dan zit er ook iets melancholieks in haar blik van, waarom mag ik daar niet bij staan? Waarom gaat het licht bij mij uit? He? En dan komt ze, u let er maar op, dan drentelt ze al halverwege. He? En dan wordt het afgekondigd door de nieuwslezer van dienst. Ja, dit is allemaal bedacht, dames en heren. En ik geloof u van mij, daar is waarschijnlijk een jaar over vergaderd. Als het al niet meer is. Ja, ik moest opletten dat ik mezelf niet helemaal.
Ja. Weet u dat ik van de dames van de make-up heb ik nog eens een borstel cadeau gedaan. Gekregen, sorry. Die, waarbij ik mezelf voortdurend moest borstelen. Maar op een of andere manier blijft het vanuit mijn hoofd blijft het sneeuwen. Ik kan er ook niks aan doen. Hoe het mogelijk is dat ik zoveel sneeuw produceer. Dat is mij een raadsel, maar zo is het. Ja, ze hebben dit allemaal gedaan om de jeugd te trekken naar het 8-uur-journaal. Want het blijkt dat het publiek van het 8-uur-journaal, dat wordt steeds ouder en ouder en ouder. En nou ja, u begrijpt waar dat tenslotte heen gaat. Dat alleen nog maar een man van 120 in een bejaardenhuis in Vraneker naar het journaal kijkt. Hè? Tegen de tijd dat Rob Trip in zo'n elektrisch wagentje moet rijden. Doordat door al langs al die dingen heen. Ja, en ik heb er niets over gelezen. Ik weet niet, is in uw kennissenkring heeft u opgemerkt dat jongeren zeggen, wacht even, het journaal is, 8-uur-journaal, dat wil ik wel even zien nu. Hè? Het is wel het is heel anders, veel, er zit beweging in. Je hebt het gevoel dat het nieuws anders is geworden, intenser als het ware. Ja, wat een flauwekul. Ja, voor misschien heeft u zitten denken van, nou ja, ik vind het wel leuk eigenlijk. Dan moet ik u toch teleurstellen. Hè? Waarom moet het nieuws toch altijd zo wild? Hè? Dat waarom niet gewoon sober van achter een bureautje? Wat mij betreft kan ook de autocue worden afgeschaft. Gewoon van papier lezen, wat ze in Duitsland doen. Hè? Dat is veel echter. Er zijn allerlei mensen die denken dat die journaallezers de boel helemaal uit hun kop geleerd hebben. Hè? Net als ik, zal ik maar zeggen. Maar daar zijn ze helemaal niet toe in staat. Ja. Ja, nu even twee thema's die mij na aan het hart gaan. Waar ik mij enorm aan erger, laat ik u dat maar eerlijk zeggen. En u weet, wil je je hersens een beetje fris houden, dan moet je ook een beetje blijven ergeren. Hè? Zodra u langzaam totaal verzoend raakt met het leven, de wisseling der seizoenen, hè? De kleine vreugdes van het dagelijks leven, het kopje espresso, een beschuitje, dan bent u eigenlijk verloren. Hè? Bent u op het hellende vlak en voordat je het weet, val je in het water en vergeet je te zwemmen. Zo tevreden bent u met het leven. Hè? Maar goed, ik erger me daar enorm aan. En dat is namelijk het, wat ik maar even zal noemen, het nieuws waarvan ik vind dat het geen nieuws is. En al het nieuws over moord en doodslag. Maar laten we eerst even het nieuws wat geen nieuws is. Ik geef u een werkelijk bestaand voorbeeld van 9 mei van dit jaar. Op Teletext. En dan moet u weten, Teletext is mijn favoriete televisieprogramma. Ja, dat is even het enige televisieprogramma wat aan leesbevordering doet. Hè? Dat is, het is maar goed dat het er is. Het schijnt dat ik lang niet de enige verslaafde ben. Het schijnt dat er wel 100.000 verslaafden aan Teletext zijn. Die altijd, ja, u ook? Ja, hè? Dat je al na 2,5 uur denkt, even kijken, ja, hè, hoe het erbij staat in de wereld. Het zijn ook berichten van 100 woorden, dus het is ook niet zo dat je erin gevangen raakt en na 1,5 uur nog zit te lezen. Hè? Nee, het is enorm efficiënt eigenlijk. Eigenlijk hoef je alleen maar de Teletext te kijken, hè? Het zijn rare lettertjes, het zijn rare kleurtjes. En in dat Teletext op 9 mei van dit jaar stond Connie Breukhoven opnieuw verliefd. Kunt u zich voorstellen hoe ik mij voelde? Connie Breukhoven opnieuw verliefd. Ik wist helemaal niet dat ze al verliefd was geweest. He, dat was nieuw voor mij. En ik dacht direct, nou, dat betekent dat we over een jaar dat we Connie Breukhoven voor de 3e keer verliefd. Connie Breukhoven, nou ja, enzovoort, enzovoort, tot ze naar een afkeerkliniek moet worden afgevoerd. He. Maar waarom is dat nieuws? Waarom is het nieuws dat, ik weet wie het is. Ja, oké, hoeft u me niet te vertellen. Waarom is het feit dat Connie Breukhoven, een vrouw van hopeloze onnozelheid, dat hij voor de 2e maal in haar leven verliefd is geraakt. Wat heb ik daarmee te maken in de Frans Halstraat in Utrecht? Geen bal. 0,0. Hè? Zoals het me ook helemaal niets, maar dan ook geen reet interesseert
dat Kate Middleton verrassend misselijk is vanwege haar zwangerschap. He? Nou, dat is nieuws, zeg. Ik zou zeggen, het omgekeerde is nieuws. He? Kate Middleton zwanger, maar totaal niet misselijk. He? Dat is nieuws, mama. Ik wil daar op teletext van verschoond blijven, van dit nieuws. Of Tom Cruise gaat scheiden, of weet ik veel hoe al die lui in Nederland heten iets gedaan hebben wat volkomen normaal is, maar waar ik niks van wil weten. En ik weet, er zijn mensen die geïnteresseerd zijn in deze vraagstukken. Hè? Maar serieuze nieuwsliefhebbers zijn daar niet in geïnteresseerd. Er zijn speciale tijdschriften voor geestelijk min vermogende. Ja. Ik zeg dit met opzet zo kwetsend mogelijk. Zeg maar rustig, er zijn een hele industrie toegesneden op randdebielen. Die inderdaad zeggen, Connie Breukhoven opnieuw verliefd. Ik moet even gaan zitten. Oh, 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 oh. He? Dat ze op de huistelefoon opbellen en zeggen, Piet, Connie Breukhoven is weer verliefd. He? Ik hoop niet op jou. Ja, ik wil daar graag van verschoond blijven. Het is geen nieuws. Het is flauwekul. Het is ouds. Ja, dat is een hele flauwe woordspeling, maar het is ouds. Ik wil het niet horen en ik wil het niet weten. Als ik dat zou willen weten, dan neem ik wel een abonnement op de Privé en de Story. Bladen die, zoals u ze ooit van dichtbij heeft gezien, ook hopeloos akelig uitzien. Is u dat wel eens opgevallen? Alles is fout aan die bladen. De layout deugt niet, het papier is kloten, de foto's zijn waardeloos. Het is werkelijk om te huilen en dan staat er ook nog een Connie Breukhoven opnieuw verliefd. En dan niet 100 woorden, maar 6 bladzijden. Hè? Ja, nou ik hoop dat dit ook bij u, als u die bladen leest, zeg ze op. En u weet waarop u zich moet abonneren. En ik kan u absoluut garanderen dat het bericht Connie Breukhoven opnieuw verliefd niet in dat blad zal worden opgenomen. Absoluut. Ja, dan kom ik aan een eigenlijk nog veel vervelender onderwerp, moord en doodslag in de media. En het zal u zelf zijn opgevallen, eigenlijk de zaal stort in. Daar was ik al bang voor. Moet ik ermee ophouden of... Nou. Ja, je moet toch passen voor paniek en zo. Ja, moord en doodslag in de media. Het zal u opvallen. Wow. Kijkt u maar eens even... Andere verslaving die ik heb, Google News is dat. Dat is van het verzamelnieuws. Kijk er maar eens even naar. Dan zult u zien dat er eigenlijk elke week is er nieuws in Nederland over Joran van der Sloot. Elke week is er 4 maal nieuws over Wader Hari. He? Die doet het met Estelle Kruif. Namelijk een nichtje van de grootste filosoof van de laatste 3000 jaar. Terwijl zij zelf een weinig filosofische indruk maakt. Laat ik het. En dan druk ik mij nog voorzichtig uit. Kennelijk is alle intelligentie in die familie in 1 persoon geconcentreerd geraakt. En wat dacht u van Willem Holleder? Het schijnt nu zo te zijn dat je in Amsterdam een hele Piet bent als je met Willem Holleder op de foto gaat. Hè? En wat dacht u trouwens van, wat hebben we nog meer voor? Het zijn een soort favoriete criminelen geworden. Elke week horen we er iets over. Wat is de nieuwswaarde van Joran van der Sloot? Die is 0. Volkomen 0. He? Waarom moeten we dat voortdurend, wordt dat gerecycled? He? Want ik weet er een hartstikke veel van. Niet omdat ik het graag wil. He? Dat is altijd een punt wat in al mijn toespraken voorkomt. Dat je hoofd vol zit met kennis. Die je het liefst eruit zou willen hebben. Dat je aan het eind van de week aan een soort van knop zou kunnen trekken.
Hè? Dat al die lulkoek over Connie Breukhoven, Joran van der Sloot, hoe ze allemaal ook mogen heten, dat uit je hoofd verdwijnt. Maar nee, het blijft er allemaal in zitten. Hè? Het Bader Harry mag niet uit de gevangenis. Heb ik weer gelezen. Hè? Maar het kan me niks schelen. Hè? Wat mij betreft wordt hij in een krat geëxporteerd naar Panama. Het kan me echt geen bal schelen. Hè? Waarom worden we daarmee verveeld? Dat zou ik wel eens willen weten. En ik ga een stap verder. Want dat is natuurlijk de afgelopen weken echt te gek voor woorden geweest. De zaak Vaatstra. Hè? Nou, ja, daar wordt veel minder om gelachen. Ik begrijp het wel. Want sommigen van u denken toch, ja, zo'n hele, hele, hele erge zaak. Hoezo? Hè? Want ik moet er nog even bij zeggen. Moord en doodslag zijn in Nederland betrekkelijk zeldzame aangelegenheden. Zijn wij een land waarop grote schaal gemoord wordt? Nee, dat zijn we helemaal niet. Het aantal moorden in Nederland ligt ergens tussen de 165 en de 180. Dat varieert bij zulke kleine aantallen. Varieert dat natuurlijk een beetje, dat begrijpt u wel. Het stelt in feite totaal niets voor. Maar als je naar de televisie kijkt in Nederland, zou je denken, grote God nog een toe. Dat ik nog leef, dat is een wonder. Dat ik veilig dat carré binnen ben gekomen. Hè? Nou ja, waarschijnlijk was dat Bader Harry die dat ding naar beneden gooide. Nee, het slaat dus in feite helemaal nergens op. De zaak Vaatstra. Ja, ik zou het correct hebben gevonden als de media melden dat er een nieuwe DNA-onderzoek is gedaan. Dat het een nieuwigheid ook is. Dat gaan we nou niet allemaal uitleggen, maar goed, u heeft dat allemaal kunnen volgen. Maar wat ik niet begrijp is dat het journaal 3 of 4 keer opent met die zaak. Daar begrijp ik niets van. Hè? Het opende met de voorgeleiding van de verdachte. Viel daar iets interessants over te melden? Nee, geen bal. Hè? Als u iets weet van voorgeleiding, dat stelt verder niets voor. Dat is een routineuze kwestie. En daar opent ons journaal mee. Hè? Volgens mij uit sensatiezucht. Hè? Want dat zit er in feite achter. En dan laten ze die man zien met zo'n balk over zijn oog. Hè? Dan moet je zich voorstellen, een flinke foto van mij met een balk over mijn oog. Hè? Wat zou u dan denken? Wie zou dat toch zijn? Wie zou dat toch zijn? Ik heb geen idee wie het zou kunnen zijn. Ja, raar hoor. Moeten we eens aan. Ik heb misschien sommige kennissen. Wat een. Waarom is dat zo? Waarom? Wat dacht u van Robert M? Waar we maandenlang elke week over moesten horen. En elke week werd de hele zaak werd opgerakeld. Waarom? Wat is daar de nieuwswaarde van? 0,0. Wij zijn verslaafd aan moord en doodslag. Of althans, de redacties denken dat wij verslaafd zijn aan moord en doodslag. Ik niet. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd. Ja, je meldt eenmaal dat het gebeurd is, dat het zeer ernstig is. De zaak is zus en zus en zo. Waarom moet je dan nog wekenlang, 2 of 3 keer in de week, de hele zaak nog eens uitgebreid nalopen? Daar begrijp ik dus helemaal niets van. En ik hoop ook dat u dat van harte met mij eens bent. Wie is het niet met mij eens? Oh. Het is gewoon een slechte gewoonte. He? Niks anders dan dat. Goed, nou, dat waren de 2 dingen die ik... Ja, het is zorgelijk. Nou loop ik wel iets voor. En we zijn wel te laat begonnen. Maar dit was alleen nog maar inleidend. En iedereen zei, je moet wel oppassen dat het niet te lang wordt. Ja, ook deskundigen zeiden, dat moet oppassen dat het niet te lang wordt. Nou ja, ik weet niet, misschien, ik heb het wel eens vaker gezegd, als u naar de wc moet, dan kunt u dat rustig doen, dat kan me dan niet, dan begrijp ik wel wat de oorzaak is. Dat u dus niet wegloopt omdat u nog veel meer over Robert M. had willen horen. Maar omdat u naar de wc moet. Ja, en zit u midden in het vak, dan zou ik zeggen, laat het maar lopen. Dan is er niets aan te doen. Hè? Wat je in het vliegtuig ook wel eens denkt. Hè? Als je in het midden zit, dat je denkt, grote God, moet ik over 3 van die slapende paphoofden klimmen? Vreselijk werkelijk. Ja, kluitjesvoetbal. Dit is ook allemaal kluitjesvoetbal. Want alle media doen dit. Hè? Ook in de NRC staan stukken over Bader Harry.
Dat je denkt, wat mankeert die lui precies? Vroeger was het, als het al vroeger in de NRC zou hebben gestaan, zou het op pagina 8 zo'n berichtje zijn. Hè? Kickboxer, nou ja, enzovoort, enzovoort. Ja, ik moet nog even iets zeggen over dat kluitjesvoetbal. Want ik heb die metafoor niet zomaar gekozen, maar eigenlijk preluderend. U weet, voetbal is, we moeten het eerlijk toegeven, ik heb zie er niks in, maar voetbal is in de kern, is dat de ziel van de westerse beschaving. Ja, ik begrijp dat het moeilijk te verteren is voor sommigen van u die liever aan handbal doen of zo. Maar het is, als u denkt aan de frequentie waarmee in de media over voetbal geluld wordt. Hè, wat dacht u daarvan? Nou ja, ik kom zo te spreken over de sportzomer. Hè? Dan ga ik me helemaal verkleden. Dus het kan even duren. De sportzomer, ja. Kluitjesvoetbal. Want ja, wat is de zaak van de afgelopen week? Dat is die grensrechter die vermoord is door een paar van die beginnende voetballers. En daarover ontspon zich in Nederland onmiddellijk een van de raarste publieke debatten die ik ooit heb gehoord. Pas de laatste 1-2 dagen begon er een schijn van gezond verstand in te sluipen. Want hoe kwam dat nou dat die grensrechter vermoord is? Dat zal ik u eens haarfijn uitleggen. In allereerste plaats ligt dat aan de Marokkanen. Ja. U weet dat toen er nog geen Marokkanen in Nederland waren, was voetbal in Nederland een van de meest vredelievende sporten die wij kennen. Ze zoenden elkaar op het veld. Ze gaven elkaar een reep chocola cadeau. Ze gingen zingend de kleedkamers in. Ze deelden de kleedkamers met elkaar. Het was, ik kan het u wel zeggen, het was pais en vree. Het was aandoenlijk om het te aanschouwen. En toen zijn die Marokkanen gekomen en nou ja, toen is ook ineens die uitdrukking bloed aan de paal ontstaan. Hè? Bloed aan de paal, ja, dat was oorzaak 1. Je zag ook toen dat uitgevonden was, zag je de immense opluchting ook bij het journaal van 8 uur. Godzijdank, het ligt niet aan ons, het ligt aan de Marokkanen. Hè? Ja, en waar lag het nog meer aan? En daar sprak de grootste filosoof van de laatste 3000 jaar waren woorden. Het lag aan de opvoeding. De ouders hadden hun kinderen verkeerd opgevoed. Althans, hun zonen hadden ze verkeerd opgevoed. Waarbij je denkt, waarom hebben nou alleen de ouders van voetballers hun zonen verkeerd opgevoed? Want er zijn tal van teamsporten waarbij ze elkaar niet voortdurend de poten breken en doodschoppen. Hè? Korfbal. Ja, dat is ook een team. Heeft u ooit gehoord van grote vechtpartijen bij korfbal? He? Dat ze elkaar met de korf te lijf gaan? Of dat ze een tegenstander door de korf trekken? Nee, daar heeft u nooit van gehoord. He? Bij hockey hebben ze zo'n levensgevaarlijke stok bij zich. He? Waarbij ze moeiteloos een andere hockey op zijn harsen zouden kunnen slaan. Zie je dat ooit? Nee, het enige wat je ziet zijn strafcorners. He? Ook stom, maar goed. Ja, wat mij betreft kan het hockey zo afgeschaft worden. Het is maar sowieso een zegen dat ik het niet voor het vertellen heb. Want wat er afgeschaft zou worden. U heeft geen idee. Geen idee wat er afgeschaft zou worden. Het hockey, nee, bij het hockey gebeuren die dingen niet. Tenminste, ik heb er nooit over gelezen. Ik weet niet, misschien weet u nog een paar cricketen. He, heeft u daar wel eens gehoord dat ze elkaar met die 3 paaltjes te lijf zijn gegaan of zo? Nee, daar hoor je nooit wat over. Het komt alleen voor bij voetbal. En het is niet sinds de Marokkanen hier zijn, want daar lacht u al om toen ik dat suggereerde en volkomen terecht. Het voetbal heeft al decennia een uiterst onaangename cultuur van agressie en geweld. He? Dus toen ze met die Marokkanen begonnen, dacht ik, Nog geen 6 maanden geleden hebben ze om de hoek bij mij, ik woon om de hoek bij het FC Utrecht stadion, niet waar, er zijn de FC Utrecht jeugd en de FC Twente jeugd zijn elkaar op grote schaal te lijf gegaan, waarbij bloed gevloeid is. Hè? Vroeger was het zo, als de FC verloor, nou dan waren we klaar. Hè?
Want dan moest je je hekje dicht doen en zo. Want dan rukten ze alle kleine boompjes uit de grond. Alle bushalters werden aan stukken geslagen. Heb je daar ooit van gehoord bij hockeyers? Hè? Dat ze met die stokken tientallen bushalters naar de bliksem hebben geholpen. Nee, dat is typisch iets wat bij voetbal voorkomt. Zodra ze verliezen, denken ze zo. Dat gaan we even pittig afreageren. Hè? We weten nog niet precies waar en hoe, maar we gaan iets kapot maken. We gaan iets lekker kapot maken. Hè? Dat is voetballen. Hè? En laten we wel wezen, een hele natie doet mee aan dat hysterische gedoe. Elke twee jaar, hè, hebben we het Europese kampioenschap. Redeloze opwinding over niks. We mogen onze jongens wel danken dat ze drie keer kansloos verloren hebben. Hè? Ik heb ze nog een gelukstelegram gestuurd. Godzijdank. Nee, het zit in het voetbal. He? En dat is al tientallen jaren zo. En we laten ons dat aanleunen. Want wie betaalt die ME die bij al die risicowedstrijden uit moet drukken? Dat bent u. He? Terwijl u waarschijnlijk nog nooit gevoetbald. Nou ja, dat weet ik niet helemaal zeker natuurlijk. Wie is hier actief voetballer? Ah, één. Twee. Ja, u kunt daarboven beter niet uw vinger opsteken, want dan stort u naar beneden. Drie. Ja, daar wuift een voetballer. Ook interessant. Ja, een wuivende voetballer. En volgens mij, bent een vrouwelijke voetballer, of niet? Ja, roept zij. En daar heb ik alle vertrouwen in. Ik weet zeker dat vrouwen niet na de wedstrijd elkaar verrot gaan slaan. Dat is toch iets wat wij mannen horen. Maar wat een onzin dat we moeten horen dat het Marokkanen zijn. Dat het de opvoeding. En ik was nog even iets vergeten. Ergens in de NRC las ik, het was eigenlijk veroorzaakt door het feit dat wij, omdat het vlechtwerk van onze samenleving ontrafeld is, niet meer weten van normen en waarden. Daar lag het aan. Nou is dat gelul over het vlechtwerk van onze samenleving, dat is als u een beetje op de hoogte bent van de sociale wetenschap, is dat al 100 jaar geleden begonnen ze al dat het vlechtwerk van de samenleving ontrafeld werd. En dat we in de greep waren geraakt van een egoïstisch, consumentistisch, materialistisch egoïsme, waardoor we niet meer wisten, nou ja, en u kent dat slappe gelul wel. Hè? Terwijl de meeste van u, afgezien van een enkeling, zijn deel van een gezellige familie en u heeft geen herrie met de buren. En op het werk is het ook best gezellig. En nou ja, u zit hier nou vanavond heel gezellig. Kortom, niets dan gezelligheid. Er is niks mis met het vlechtwerk van onze samenleving. Dat is kul. Dat is typisch intellectuele kul. Het vlechtwerk van onze samenleving, dat zit heel hecht in elkaar. Dat denkt u aan de Sinterklaasviering. Oh, wee als je gedicht niet lang genoeg is. Hè? Dan trekken ze je daar door de korf. Daar kun je aan zien hoe hecht het vlechtwerk van de samenleving is. In allerlei opzichten. Ja, dus het waren allemaal kulverklaringen. Waarom, dames en heren? Omdat eigenlijk het voetbal hoort tot een soort sacrosancte afdeling van onze cultuur. Hè? Over het moet de schuld van Marokkanen zijn, van het vlechtwerk van de samenleving, van de opvoeding volgens de grootste filosoof van de laatste 10.000 jaar. Nou moet het allemaal. Het kan nooit aan het voetbal zelf liggen. Maar het is allemaal aan het voetbal zelf te danken. Het is de voetbalwereld zelf, niet waar, die een cultuur van agressie en geweld heeft gekweekt. Je hoeft toch geen genie te zijn, hè? Om te zien hoe dat op die velden toegaat. Met welk genoegen ze mekaars poten breken. He, wist u dat de verwonding in het amateurvoetbal alleen al in Nederland, geloof voor 4,5 miljard euro per jaar in de boeken staan? He, als we het voetbal zouden afschaffen. Ja, dat zou u ook wel willen. He? Ja, uw man kijkt er iets bedenkelijker bij. Klassiek patroon natuurlijk. He, dat je twee televisies moet hebben. Waarom? Ja, daar zou ik wel voor zijn. Dat alle voetbal op één zender geconcentreerd zou zijn. Ik zou dat niet kunnen. En dan koop ik een toestel waarbij dat automatisch chipmatig niet aan kan. Zodat je... Het kan gewoon niet. Ja. Nou ja, goed, Messi is leuk, maar... Je hebt ook eigenlijk de indruk dat hij zo goed is omdat hij zich niet de poten laat breken. Hè? Omdat hij een soort gazelle-achtige...
elegantie heeft. Ik denk, ja, hoe kwam ik hierop? Ja, vanwege die voetbalmeet. Wat een debat. En waarom hoor je daar dan de stem van het gezond verstand niet? Hè? Waarom heeft het journaal daar niet een helder commentaar op? In plaats van ook mee te gaan, ja, Marokkanen. En waar het trouwens ook nog Antillianen, als het maar geen Nederlanders zijn. Hè? Nou ja, Limburgers alleen, maar verder toch niet. Nou, ik vond het... Ja, nu kom ik eigenlijk aan mijn eerste voorbeeld van kluitjesvoetbal. En ik moet u zeggen, dat betreft ongelukkigerwijs weer de sport. Want we hebben in Nederland iets heel vreemds beleefd. U bent het misschien deels vergeten, hoewel, wat las ik 3 dagen geleden in de krant? De eerste nachtvorst had toegeslagen. U weet al welke kant het op gaat. Speculatie over Elfstedentocht begonnen. Dat je echt denkt, dit volk is collectief gek geworden. Hè? 14 dagen lang zijn wij collectief in de ban geweest van een Elfstedentocht die niet door is gegaan. Sterker nog, waarvan al na 6 dagen duidelijk was, als je naar de lange termijn weervoorspelling kijkt, dat die niet door zou gaan. Was dat voor de media aanleiding om te zeggen, nou jongens, kom op, het gaat helemaal niet door. De dooi nadert in een rap tempo. Nee, we zijn er allemaal mee doorgegaan. En dan zou ik maar zeggen, kijk, als dat dan op shownieuws is, weet u wel, dat zijn die 2 malotige dames die dan in zo'n duo-presentatie de meest onnozele onderwerpen aan de orde stellen. Allee, nee. Het 6 uur nieuws opende met de Elfstedentocht. Hè? En dan zag je ook zo'n razende reporter van het journaal in een goed verwarmd Volkswagentje. Ja, dat kon je net goed zien. En dan reed hij door dat witte Friesland. En dan sprak hij op gedragen toon. We rijden hier door de dreigende Siberische steppen van Noord-Friesland. Verschillende groepen wolven zijn al gesignaleerd. De eerste Friezen zijn al verscheurd in hun eigen tuintje. Maar het ijs is keihard en inktzwart. Hè? Dat je denkt, grot nog aan toe. Ja, een wereldhistorische ontwikkeling staat te beginnen. En dan dacht je, nou ja, oké, 6 uur journaal, alleen. Hè? Nou, waar kijk je dan na het 6 uur journaal? Naar De Wereld Draait Door. Waar ze 2 geestelijk gestoorde schaatsers hadden gehuurd. Waarvan de een stotterde. En de ander, die zei, ja, overal waar hij nog eenden in open water zag, stopte hij de auto, verliet de auto en ging met een speciale stok en schreeuwde tegen die eenden dat ze op moesten lazeren. Omdat het ijs anders niet dicht ging. Een genie. Ja, en dan zegt u nog, 1 keer, dat kan gebeuren. En dan weten ze niet wat ze dan die avond doen moeten. Het is elke avond 1 uur. Dus 1 keer die 2 maloten, dat is toch... 14 dagen lang hebben we dit duo half... Toen pas zijn ze opgepakt en opgeborgen. 14 dagen lang. En dan dacht u, nou ja, het 8 uur journaal, dat zal toch wel de burgeroorlog in X of in Y zijn, of de Amerikaanse verkiezingen of whatever. Nee, het 8 uur journaal opende met diezelfde reporter in dat Volkswagentje die het nog iets scherper aanzette. Hè? We zijn er net vastgelopen in 2 meter hoge stuifsneeuw. Maar godzijdank zijn we door de boerenbevolking zijn we eruit gered. En het leger is ingezet om de baan met het inktzwarte ijs... Hij is vrij te maken. Dat is een beetje de enige nuttige taak die het Nederlandse leger nog heeft. He? Nou ja, dan dacht je, oké, het 8 uur nieuws. En dan had, wat bleek, Nieuwsuur had een speciale reporter ingezet. He? Die met een toestel met rupsbanden uitgerust door de Fries-Siberië reed. He? En Twan Huis, hoe is het daar in het hoge noorden? Nou, het is niet... We hebben net een boek over Amundsen gelezen. Het is erger dan een poolreis. Maar de nieuwe Ranier Paping zal hier misschien zijn... Nou ja, en zo lulte. En dan dacht je, nou, oké.
Maar Pauw en Witteman, daar hebben ze wat anders verzonnen. Daar heeft in ieder geval een normaal mens op de redactie gezegd... donder nou op met dat gelul over die Elfstedentocht. We gaan een serieus onderwerp behandelen. Ajax, nou ja. Ja, want als je in Nederland niks te doen hebt, dan praat je over Ajax. Ja, en wat hadden ze bij Pauw en Witteman? Een hele tafel vol met ijsdeskundigen. Waarvan er één was, die had 24 uur in een ton met ijsblokjes gezeten. Ik weet niet of u zich nog herinnert. Dat je bij jezelf dacht, ik had het wel geweten. Ik had die ton dichtgetimmerd en... Ja, wie gaat er nou 24 uur in een ton met ijsblokjes zitten? He? Dat je ze eigenlijk een hele avond waanzinnig op de televisie te zien krijgt. He? En er was ook een man die legde uit wat je moest doen als je in een wak was gereden. Je moest altijd een touw bij je hebben om je middel. Met een haak eraan. Moest je dan heel snel afrollen als je in het wak was gereden. En dan kon je jezelf er eigenlijk uittrekken. He? Dat had die man met die ijsblokjes niet hoeven te doen. Je had rustig kunnen wachten tot de ambulance kwam na 3,5 uur. Hè? Ja, van iedereen deed dat dus. Er was niemand bij zijn... 14 dagen lang was er niemand bij zijn volle verstand. Hè? 14 dagen lang hebben we deze onzin moeten aanhoren. Ja, en waarom eigenlijk? Mijn indruk is, omdat er toch nog heel weinig Marokkaanse schaatsers zijn. Hè? Als die eenmaal mee gaan doen, nou, dan is de pret eigenlijk... Het is een beetje koek en zopie, gezellig, chocolademelk op het ijs. Oude Hollandse traditie, terwijl is het een oude Hollandse traditie voor geen meter. Hè? Ik weet niet of de Friezen in de zaal zijn, die wil ik niet kwetsen. Het is begonnen in de late middeleeuwen voor de Friezen. Maar voor ons is het gewoon begonnen aan het begin van de vorige eeuw. Hè? En toen deden ze maar wat eigenlijk. Het was helemaal niet een vaste tocht, gewoon waar ijs lag, daar gingen ze schaatsen. Dat waren nog normale mensen. Hè? We zijn op dit punt. Nou, ja, potverdrie. Ja, ik kijk op mijn horloge, dames en heren. En het ziet er voor u beroerd uit. Want de hele politiek moeten we nog doen. Ja, en ja goed, ik heb nu eigenlijk van mijn ergernissen getuigd. Maar politiek gezien was het wel een aardig jaar al met al. Hè? Want het gedoogkabinetje is na een indrukwekkende sterfscène om het leven gekomen. Ja, het deed mij een beetje denken aan Madame Bovary. Ja, ik wou het ook een beetje intellectueel opleuken. Dat u een beetje weet wie Madame Bovary is. Een van de meest fantastische sterfscènes ooit beschreven in de literatuur. U kunt het meteen vanavond nog even nalezen als u wilt. Nou, dat was het gedoogkabinetje. En ik moet u zeggen, het was voor mij een immense opluchting. Eigenlijk heb ik me al die tijd geschaamd voor het gedoogkabinetje. Dat je ook de allerlei mensen... Wat is er toch bij jou mis in Nederland? Ja, we worden door gekken geregeerd. Hè? Ja. Ik kan daar verder ook niks aan doen. Polen meldt, punt. Wat. Nou ja, we komen er zo nog even over te spreken. En bovendien is Obama herkozen. Wat toch ook. Het gekke is dat ik aan het begin van het jaar las ik een stukje over de bekende prediker Pat Robertson, als u die kent. Meestal van u wel, hè, of niet? Ja, eigenlijk zou ik ook de lezing met lichtbeelden moeten... Even Pat Robertson, nou, dat is een bekende evangelische prediker. En die deelde mee, ik geloof in februari, dat hij had een gesprek met onze lieve Heer gehad. Dat hebben die Amerikaanse predikers wel vaker. Ja, misschien moet je ook de vraag, hoe zou dat nou gaan? Hè? Kom je hem tegen bij de Albert Heijn? Of is het iets wat je in je droom, wat je in je droom ziet? Of krijg je gewoon een mailtje met zo'n rood uitroepteken erbij? Ik heb geen... Dat vertellen ze er nooit bij, hoe dat gaat. Maar goed, hij had van de heren begrepen... De heren had helemaal niks met Obama. De heren zouden ervoor zorgen dat Obama niet herkozen zou worden. Dus ja, dan denk je toch... Wat is er fout gegaan?
Heeft de Satan ingegrepen? Dat zou kunnen. Heeft de Heer in de loop van het jaar zijn mening veranderd nadat hij een tijdje naar Mitt Romney had gekeken? Dat hij de... Nee. Nee. Die mormonen, daar kan hij niet achter staan. Ik heb geen. Hebben we nog iets van Pat Robertson gehoord om uit te leggen waarom een reeds genomen besluit van de Heer niet uitgevoerd is? Nee, we hebben niets meer van hem vernomen. He? Terwijl u begrijpt dat als Mitt Romney was gekozen, dat Pat Robertson op televisie zei, ik zei het niet, de heren wist het al in februari. He? Daar moet je ook eens op letten, dat mensen die iets voorspeld hebben, als het goed is, dan komen ze het altijd melden. In die 99 van de 100 gevallen dat ze het fout hebben, hoor je er nooit meer iets over. Dat moet u, ja, ik zwijg even, van we krijgen nu weer een jaarwisseling. En dan gaan dus al die mediums en allerlei geschifte dames die op chocolademelk leven, die komen dan voorspellen wat er het komend jaar gaat gebeuren. Hè? Nou kunt u net zo goed mij bellen. Hè? Want ik weet het beter. Ik voorspel bijvoorbeeld enkele vulkaanuitbarstingen. Het zou mij niet verbazen als zich ergens een zeer ernstige aardbeving zou voordoen. Het zou mij ook niet verbazen als Amerika getroffen zou worden door een zeer aanzienlijke cycloon. Ja, dat kunt u namelijk ook voorspellen. Hè? Net zo goed als u kunt voorspellen dat het winter wordt. En dat het na de winter weer lente wordt. En dat het na de lente zomer wordt. Kunt u uw familie ook mee verrassen? Hè? Dat als ze zeggen, zou het ooit nog lente worden? Weet u wel, zo ergens in maart beginnen ze dat te zeggen. Van ja, ik weet het zeker. Ik heb deze week nog overleg gehad met de heren. En u kunt ervan op aan, het wordt weer lente. Hè? Misschien een beetje een lullige lente, maar het zelfs in het Siberische Friesland wordt het weer lente. Ja, dat het gedoogkabinetje. Ja, ik moet. Oh nee, dat was Obama, sorry. Maar nu over het gedoogkabinet. Want ook dat was weer een goed voorbeeld van dat kluitjesvoetbal van de media. Want u herinnert zich nog, het heeft 7 weken geduurd, weet u dat nog? Dan kwam altijd Rutte aanfietsen 's ochtends. En die zei dan radiostilte. En dan met Stef Blokker op 3/4 achter, hè, om hem te kunnen beschermen tegen eventuele aanvallen van ontevreden burgers. En dan fietsen ze ook door dat hek heen. En dan zei ze goedemorgen tegen de verzamelde mediaploegen. Er stonden wel 16 televisieploegen bij dat hek. Hè? Elke dag weer. En die stonden daar het hele dag te wachten tot Stef Blokker en Mark Rutte weer uit de tuin van het katshuis kwamen fietsen, want het was allemaal in het katshuis. En dan zeiden ze goedenavond en dan stonden die lui, dat dacht ik, heb ik nog wel gedacht, ze staan daar gewoon omdat ze dan een sigaretje kunnen roken. Hè? Want thuis in het gebouw mogen ze niet roken, maar zolang ze bij dat hek staan kunnen ze roken naar harte lust. Hè? Misschien zelfs wel een wietsigaretje, want opstelten was er niet bij. Ja, die is daar valikant tegen. Ik zou zeggen, daar hebben ze 7 weken met z'n allen gestaan. Ga een achtergrondreportage maken. Ga iets nuttigs doen. Ga met het bedrijfsleven praten. Weet ik veel wat. Ga een historische documentaire maken. Maar wat doe je bij dat hek? Hè? Om dat Rutte... Goedemorgen. Ja, het is nog steeds radiostilte met dat rare lachje van hem. Hij lacht de laatste tijd wel minder, hè? Ja, dat is mij wel opgevallen. Het begint een beetje tegen de klippen oplachen te worden. Ja, en dan s'avonds kwamen ze er weer uit. Dat eigenlijk had al dat gedoe maar één voordeel. Namelijk dat wij getuigen zijn geweest van een van de meest bizarre scènes uit onze parlementaire geschiedenis. Namelijk de zogenaamde fietsscène. Ik weet niet of u het gevolgd heeft, maar het was uniek. Rutte fietst naar binnen en zet zijn fiets achterloos tegen de gevel van het katshuis. Zonder hem op slot te zetten. Ja, het katshuis, daar moet ik ook heel even iets... De tijd dringt me toch. Heeft u het interieur van het katshuis wel gezien? Dat is zo'n heel modern interieur waarvan je denkt, dat is een crematorium. Hè? Daarom dacht ik ook, ze gaan in het katshuis onderhandelen. Daar wordt dat kabinetje vanzelf gecremeerd.
En daar hebben ze ook, dat zal u ook zijn opgevallen in de afgelopen jaren. Het is een heel weinig eigenlijk aandacht aan besteed, maar daarom doe ik het nu. Ze hebben daar ook van die witgespoten takken in zo'n glazen bak. Dode takken in een glazen bak. Dat is het nieuwste van het nieuwste. Als u tegenwoordig in een restaurant gaat eten, dan staat het vol met glazen bakken met dode takken erin. En ik wil wedden, dat zijn lui die gewoon op zondag wat dode takken verzamelen. En dan met zo'n spuitbusje, dan spuiten ze het wit of paars, dat is dan nog artistieker. En dan zetten ze zo'n plastic in zo'n glazen bak en dan vragen ze er €1600 voor. Hè? Want dat, ik geloof maar dat het dat kost. Hè? Terwijl het is afschuwelijk, het is doods. Hè? Is het nou zoveel moeite om een boeketje 3-4 keer te wisselen in de loop van de tijd? Nee toch? Worden we overal met die dode takken opgezadeld? Hè? Zal het maar mee dat hier geen dode takken staan? Nou ja, als ik zo die naam bekijk. Is ook een beetje dode tak. Ja, het katshuis. Dus ik dacht al meteen, misschien gaat dat wel lekker fout. En hij zet daar zijn fiets tegen de gevel. En hij verdwijnt op die studenticoze manier, verdwijnt hij naar binnen. En even later, wie komt er naar buiten? Maxime Verhagen. En die zet die fiets op slot. En die verdwijnt weer naar binnen. Dus ja, je vraagt je al af, hoe gaat dat binnen? Rutte gaat zitten, Maxime zat er al. En Rutte zegt van, zeg Maxime, ik ben vergeten mijn fiets op slot te zetten. Ga jij me eens even op slot zetten? En zou Maxime dan hebben gezegd van, ja zeg, doe het zelf. Hè? En dat Rutte dan zegt van, als jij weer vicepremier wil worden, dan ga jij die fiets op slot zetten. Hè? Of denkt u niet dat het zo is? Want het gekste is natuurlijk dat je je fiets op slot zet in een tuin rond het katshuis die zwaar bewaakt wordt door tientallen marechaussees. Wie had, hè? Dit wordt denkwerk, dit is echt een detective, wie had die fiets kunnen stelen? Er was eigenlijk maar één persoon die hem had kunnen stelen. Dat heet een inside job. Hè? Toen dacht ik al, dit gaat fout met die onderhandelingen. Ze vertrouwen Geert niet. Hè? Die staat ineens op. En die rent naar buiten. En dan laat die Fleur Agema trappen. Dat zou mij niet verbazen. En dan maken ze zo uit de voeten. Dus ik dacht op dat moment, dacht ik al, dit gaat fout. En was ik al erg gunstig. Ik was vrolijk gestemd. Ik denk, dit gaat helemaal fout met dat gedoogkabinetje. En verdomd, het is verdwenen. En dan heb ik een heel vreugdevolle mededeling voor u. Vorige week zijn er 14 wetsontwerpen van het gedoogkabinetje door het huidige kabinet door de wc getrokken. Ik weet niet of het letterlijk zo gegaan is, maar kortom, de hele gedoogagenda is in grote trekken afgevoerd. Hoe vindt u dat trouwens? Dat we zaten met 14 wetsontwerpen die bij een regeringswisseling plotseling volkomen betekenisloos waren geworden. He, die hele, al die lullige symboolpolitiek, ik zal even een paar dingetjes opnoemen. De wet op het dubbele paspoort. He? Ja, waarvan de ambtenaren geloof ik al gezegd hadden, dat wordt nooit wat, dat ga je ook verliezen voor het Europees Gerechtshof. De wet voor het dubbele paspoort is afgevoerd van de stem. En terecht natuurlijk. Wie van u heeft een dubbel paspoort? Even goed. Nou, dat valt me toch een beetje tegen. Ik had daar meer landverraders verwacht hier. Maar goed, die wet is afgevoerd. Kunt u zich nog herinneren dat enorm belangrijke voorstel? Het was iets van enorme parlementaire betekenis. De Eerste en de Tweede Kamer zouden teruggebracht worden tot 100 zetels en tot, wat is het, 50 zetels. Weet u dat nog? Dat zou de zaken enorm veel efficiënter maken en bovendien ook veel goedkoper. Dat zijn enorme potverteerders, al die Kamerleden. Je moet er niet aan denken. Ja, ook afgeschaft. Een belachelijk voorstel.
gezien de groei van de bevolking. En nou, een belachelijk voorstel. Het wietpasje. Wat dacht u van het wietpasje? Hè? Wie van u heeft nog een wietpasje aangevraagd? Maandenlang. Als u even uw vinger opsteekt, dan zoomt hij in. En dan wordt u morgen gebeld door opsteld. Krijgt u een speciaal hangertje van het Rijk. De enige Nederlander die een wietpasje heeft aangevraagd. Ja. Maandenlang hebben de kranten volgestaan met stukken van mensen die ter zake kundig waren. Zeiden dat is het stomste wat je kunt doen. Want dan verdwijnt het uit die winkeltjes en dan wordt het op straat gedeeld. En dan krijg je allemaal nageven. Nee, opstelten wist het beter. Hè? Je wist niet waarom. Ik kon het niet goed verstaan. Ja. Well, en, ik zwijg nog van teven. Hè? Het wietpasje, onmiddellijk afgeschaft. Nu kun je weer. Heeft u gelezen dat zelfs in Maastricht mogen de buitenlanders weer? Want ja, het hakt er wel in, toeristisch gezien. Hè? Waarom komen buitenlandse toeristen naar Amsterdam? Ja, niet om die trapgeveltjes te bekijken. Hè? Of om hier in die zaal te gaan zitten. Nee, die trekken regelrecht van het station of waar ze vandaan komen naar die wietwinkels. Hè? Omdat ze, nou ja, als het zo doorgaat. In Amerika neemt het hand over hand toe, het legaal wietroken. Dus dan zijn we van die interessante toeristen zijn we beroofd in feite. Ja, er is één punt overigens, dat heeft u waarschijnlijk niet zo goed bijgehouden, waar ze de voorstellen van het vorige kabinet gecontinueerd hebben. En dat is de bestuurlijke herindeling. Een rampzalig onderwerp. Want u heeft zeker wel gezien dat tot de eerste prioriteiten van onze vriend Plasterk hoort de samenvoeging van de Flevopolder, de provincie Utrecht en Noord-Holland. En dan vraag ik u, waarom denkt u dat die samengevoegd gaan worden? Althans, volgens de plannenmakers. Dat komt omdat die drie provincies een beetje op elkaar lijken en een sterke affiniteit met elkaar hebben. En ik heb dat altijd als ik door de Flevopolder rijd. Dan denk ik altijd, het is sprekend Utrecht. Dat typische 1000 jaar oude, kleinschalige, agrarische landschap. Met in de verte altijd die domtoren. Het is maar een klein provincietje. Dat gevoel heb je ook in de Flevopolder. Hè? Dat je denkt, wat is het hier gezellig. Wat is het hier fijn. En dat heb je ook vaak. En de ouderen onder u, de jongeren, nou ja, die moeten eigenlijk maar hun oren sluiten. Maar de ouderen onder u weten wat al dat gelul over de bestuurlijke herindeling, weet u het nog? Van de stadsprovincies, regio, districten, weet ik veel wat voor. Een eindeloos, oeverloos gelul wat tientallen, honderden miljoenen gaat verslinden. Ja, ik zeg het maar even in die camera. Hè, zonder dat het iets oplevert. Hè, want het zou dan synergie opleveren. Wie wil Almere er nou bij hebben? Hè? Niemand toch? Hè? Toch geen mens? He, dan kunnen we het nog beter weer onder water zetten eigenlijk al met al. Ja, daar gaat Plasterk hard mee aan de slag. Zonde van de tijd. Nutteloos. Waarom zouden alle gemeentes 100.000 inwoners moeten hebben? He? Laat het nou een tikkeltje duurder zijn dat sommige gemeentes er maar 30.000 of 40.000. So what? Als ze dat nou gezellig vinden. Als dat een mooie historische traditie is. Waarom zouden we daar niet een klein beetje geld aan uitgeven? Waarom zouden alle gemeentes 100.000 inwoners? Zo'n beetje zoals Ede. Hè? Nou ja. Ja, ik kan wel merken dat niemand van u ooit in Ede is geweest. Zou u heel anders gereageerd hebben? Is er iemand uit Ede in de zaal die bovendien een wietpas heeft en kan voetballen? Ja. Een hele droevige zaak. Nou ja, maar we zijn er toch. Die 14 wetsontwerpen zijn verdwenen. We zijn ervan af. Dat moet toch geconstateerd worden. En dan kunnen we eigenlijk meteen door naar. Nou, misschien dat ik. Het valt me mee. Ik ga de politiek eigenlijk snel. Waarschijnlijk omdat dat zo'n optimistische berichten zijn natuurlijk. Hè? Dat je de, ja, wat we ervoor voor de ene plaats hebben gekregen.
dat hij is nu gezakt. Hij heeft ook wel iets verwijtends in zijn eenoogige cyclopische blik. Hè? Zo moet het zijn als je aanspoelt op het eiland van de cycloop. Ja. Ja, ik begrijp dat dat maar door een deel van het publiek als een bijzonder geestige opmerking wordt ervaren. Voordat we aan de verkiezingen kunnen beginnen, moeten we natuurlijk eventjes behandelen. Het Kunduz-akkoord, weet u nog? Nou, dat heeft 14 dagen lang was het Kunduz-akkoord het mooiste wat in Nederland verricht was sinds Thorbecke ons een nieuwe grondwet had gegeven. En hoe is het mogelijk, het Kunduz-akkoord? En wat een saamhorigheid, wat een fijne, positieve mentaliteit straalt er uit het Kunduz-akkoord. En ja, heeft het de initiatiefnemers iets geholpen? 0,0. Hè? Want de ChristenUnie en een D66, die eigenlijk aan de wortel stonden. Ja, ik laat GroenLinks maar even weg. Hoewel ik het wel zielig. Ik had het gevoel dat Jolande Sap eigenlijk de enige was die niet wist dat het een afstudeerproject van de Kleinkunstacademie was. Waardoor zij steeds in het duister tastte eigenlijk over de wonderlijke gang van zaken. Hè? Wie heeft me die Dibi geleverd? Waar hebben ze die vandaan gehaald? Ja. Hoewel. Tofik Dibi, ook een Marokkaan of niet? Ja. Nou begin ik het pas. Dat je vaak, als je wel moet erover denken, dan zie je pas de strategie die daarachter zit eigenlijk. Hè? Hoe, nou ja. Ja, het Kunduz-akkoord, dat bleek ook een nat klappertje te zijn, uiteindelijk. En zo zijn we op weg naar de verkiezingscampagne. Die natuurlijk een hele vreemde verkiezingscampagne was, want die heeft maar 2,5 weken geduurd, omdat we voor de rest van de tijd met vakantie waren. Dus ons jammer genoeg niet met deze zaken konden inladen. En u zult zien, dat heeft toch een rol gespeeld in de hele affaire in feite. Maar eerst even, dat herinnert u zich vast wel. Dat altijd is het zo dat de programma's van de politieke partijen doorgerekend worden door het Centraal Planbureau op hun lange termijn macro-economische effecten. En het zal u op zijn gevallen, welke partij deed het verreweg het beste, vooral in 2040? Dat was de VVD. Ik dacht nog, wat kan mij dat schelen? He, in 2040 ben ik 97. Dat ga ik niet halen, hè? Dus ik dacht liever de zondvloed, dat we er nog een jaar of 10, 15 gezellig van kunnen genieten. En daarna moeten de jongelui maar uitzoeken wat ze met de gebakken pieren gaan doen. Hè? Dat dacht ik een beetje bij mezelf. En de berekeningen bestonden eigenlijk uit twee verdiepingen. Er was een berekening voor 2017. Dat is by the way toch nog weer over vijf jaar. En 2040. Laten we eens beginnen met 5 jaar van 2012 af te trekken. Waar zitten we dan, dames en heren? In 2007, ja. Je hebt altijd wel iemand die rekening kan in zo'n zaal. In 2007, hadden wij in 2007, in december, het is december, 2007, ook maar het vaagste vermoeden wat ons stond te gebeuren. Niets. 0,0. U zou voor de aardigheid de begroting eens moeten lezen die het kabinet Balkenende Bos in september 2008 heeft ingediend. Min of meer gelijktijdig met het failliet van Lehman Brothers. Die zou u eens moeten... Het is niets dan vrolijkheid, kerstsfeer, gezang. Het is ongelooflijk. Een gouden toekomst lonkte voor ons. Hè? En de hele boel was binnen 3 maanden in totale paniek gestort. We moesten tientallen miljarden vrijmaken om onze banken te redden. Die bleken de hele boel 10 decennia lang opgelicht te hebben. Het was een drama. Dat is 5 jaar geleden. Hè? Dus kijk even naar de voorspellingen van het planbureau van december 2007. Het slaat nergens op. En nu moeten we zeker geloven aan de voorspellingen voor 2040. Dat is nog 30. Ik reken even afronden door, dat is nog 30 jaar te gaan. Waar waren wij 30 jaar geleden?
in 1982. Weet u het nog? Want hoe was de sfeer in 2000, in 1982? Stel voor dat we hier gezeten hadden in december 82. Hoe was het? Dan, de meesten van u die hadden hier geen kleren aan het lijf gehad. Zo somber was de toestand toen. Hè? Je kon in de kwaliteitskrant... Ja, u kunt dan zelf uitzoeken wat u de kwaliteitskrant vindt. Dus ik hou het een beetje neutraal. Het kan de Trouw zijn, het kan de NRC zijn en nou ja, stukjes van de Volkskrant. Ja, Bert Wagendorp wel, maar de rest niet eigenlijk. Dat is wel handig van die krant. Je kunt gewoon de rechterkant van de voorpagina knip je eraf. De hele rest kan zo de kattenbak in. Hè? Want met Bert Wagendorp ben je goed bediend. Hè? Dat is eigenlijk de enige die een beetje lollig schrijven kan en zijn verstand gebruikt daar bij die krant. Ja, sorry dat ik dat zeg. Je moet eigenlijk neutraal zijn, hè, als commentator. Ja, je kon lezen in het najaar van 82, het zou nooit meer goed komen met Nederland. We waren veroordeeld tot beschaafde armoede. Het was dramatisch. Wij ontwikkelden ons tot een derde wereldland aan de Noordzee. Het zou, hè, wat hoor je nu ook, het zou nooit meer iets worden met de pensioenen. Waarschijnlijk zullen de jonge mensen die hier zitten helemaal geen pensioen meer krijgen. Die zullen tot op hoge leeftijd, niet waar, met zo'n elektrisch wagentje een krantenwijk moeten nemen. En dan zeg ik nog een elektrisch wagentje, maar waarschijnlijk zit dat er ook helemaal niet in. 0,0, er komt ook geen elektriciteit meer uit het stopcontact. Het komt nooit meer goed. Kennelijk is er een soort cyclus van 30 jaar dat het nooit meer goed komt. Hè? 2040. Dat is alsof u in het jaar dat de Titanic zonk, 1912, een voorspelling doet over de werkgelegenheid in 1940. Dan is de Eerste Wereldoorlog nog niet gevochten. Het interbellum is er nog niet geweest. De Grote Depressie is niet begonnen. Het Nationaal Socialisme is niet aan de macht gekomen. En de Tweede Wereldoorlog is niet begonnen. Hè? En juist die Tweede Wereldoorlog was een uniek werkgelegenheidsproject. Hè? Ja, mochten we echt in de paniek schieten, dan kan ik u zo enkele bijzonder leerzame hoofdstukken uit de vorige eeuw voordragen, waardoor we ons volledig en razendsnel uit de penarie hebben gewerkt. Ja, als u echt een bijdrage wil leveren aan het bruto binnenlands product, moet u een groot verkeersongeluk veroorzaken. Hè? Ja, dat wordt allemaal meegeteld. Het is niet zo dat negatieve dingen niet worden geteld in een bruto binnenlands product en positieve dingen wel. Nee, zo is het niet. He, dus als u een verkeer... U overleeft het. Want ik ben niet wraakzuchtig of zo. He, maar uw auto moet gerepareerd worden. De andere auto moet ook gerepareerd worden. U ligt in het ziekenhuis. Nou, dat alleen al. He. Een week ziekenhuis en dan schiet het bruto binnenlands product schiet omhoog eigenlijk. He. Misschien moeten we gewoon langer in het ziekenhuis gaan liggen. Dat zou wel aanzienlijk schelen. Ja, 2040, wat een hopeloze flauwekul. Hè? En daar werd in die campagne een voortdurend werk van gemaakt. Oeh, dat was zo ongelooflijk belangrijk, enzovoort, enzovoort. Nou, nu even naar die campagne. En dan moet ik eigenlijk... Ja, het spijt me. Rutte zit al een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Maar ik moet over Rutte een paar dingen zeggen die niet in alle opzichten... Hij kan het nog goed maken. Laat ik beginnen met wat ik zelf eigenlijk het meest optimistische moment vond. Namelijk dat wij allemaal 1.000 euro cadeau krijgen. In 2014. Wie was het al vergeten dat zo was? Belastingvrij. Hè? Dus het is eigenlijk, voor de mensen in de derde schijf, is het eigenlijk 2.000 euro. Hè? Als u even flink rekent. En ik was daar zo in mijn sas door dat ik dacht, ik wil namelijk al jaren een elektrische fiets hebben. En mijn vrouw zegt steeds dat het zonde van het geld. Maar ik heb hem nu op Texel, heb ik een elektrische fiets, heb ik op de proef kunnen stellen. En het is fantastisch. Hè? Want op Texel heb je eerst de orkaankrachtige wind achter. En vroeger moest je dan weer terug. Soms dacht ik van nou, ik bel de familie maar en ik laat de fiets hier staan, want dat ga ik niet overleven. Hè? Maar nu wend je de steven van je elektrische fiets. En ik weet niet, wie van u heeft een elektrische fiets? Ja, oh, toch wel een. Ja, dat neemt hand over hand toe. Je hebt 5 standen op de elektrische fiets.
En stand 5 is veel te hoog. Nou, je eigenlijk je lijkt wel een Exocet-raket. Het gaat zo enorm hard dat het echt levensgevaarlijk is. Mijn ervaring was dat je op stand 2, dat je dan ook tegen een forse wind in nog een hele aardige... Het enige nadeel vind ik van de elektrofiets dat je zolang je moet blijven trappen, want anders geeft hij geen energie af. Dus je zit dan zo ongelukkig zo, nou ja, zo. Je voelt jezelf niet helemaal serieus, zou ik maar zeggen. Hè? Je trapt wel, maar het is jouw energie niet. Hè? Dat is het eigenlijk. Dus ik heb een bestelling geplaatst voor een elektrische fiets. En wat doe ik als ik straks die 1000 euro niet krijg? En mijn vrouw zegt, zonde van het geld, bestel hem maar weer af. Hè? Dan kan ik dat toch wel aan Rutte verwijten. Hè? En misschien leidt dat tot mijn spoedige dood. Ja, hartklachten. Je probeert toch tegen de wind in een beetje vaart te houden. En ja, zoals mannen altijd zijn, altijd dapper doen en zo. En voordat je het weet, lig je dood langs de weg. En dan zullen ze nog zeggen, wat raar, had een elektrische fiets. Ja, 1000 euro, 2014, dus u kunt het controleren dat... En daarnaast heeft hij een hele rare campagne gevoerd. Ik weet niet of u die allereerste redenvoering heeft gevolgd, die hij voor de VVD prominente hield, namelijk een campagne tegen het Nederlandse socialisme. En dat werd zo beschreven dat je denkt, ik wist niet dat we zoveel bolsjewieken in Nederland hadden. He? Het is verschrikkelijk gewoon. En toen werd hem nog gevraagd, is er nog verschil tussen GroenLinks en de PvdA en de SP? En ja, wat heb je allemaal niet, de linkerzijde, de dierenpartij? En toen zei hij, nee, er was geen enkel verschil. Het waren allemaal bolsjewieken. Het waren allemaal... En als ze aan de macht zouden komen, dames en heren, dan zou er iets verschrikkelijks gebeuren. Het zou met de Nederlandse werkgelegenheid in één klap afgelopen zijn. En ik weet niet of u het wist, maar toen de VVD niet aan de regering was, dat is nauwelijks gebeurd, maar toen is Nederland ook overgenomen door uitkeringstrekkers, halve zolen, illegale, verschrikkelijk gewoon. Maar gelukkig is Nederland nu weer terug in handen van de hardwerkende Nederlanders. En oh wee, als de bolsjewieken aan de macht zouden komen. Nou, dan waren de rapen gaar. Dat zou iets verschrikkelijks zijn, ja. Hou even deze mening in reserve, zodat u straks hartelijk spontaan kunt gaan lachen als u hoort wat voor coalitie er tenslotte tot stand is gekomen. Ja. Een verschrikkelijke coalitie. Hè? Verschrikkelijk. Nou, toen kregen we die debatjes, weet u nog? De debatjes. En dat was een hele wonderlijke zaak met die debatjes, want eigenlijk in dat eerste debat, ik geloof dat dat heette het regeringsleidersdebat, als ik het me goed herinner, waar ook Geert bij was, dus dat je denkt, grote god, zou ons dat nog gaan gebeuren? He? Wat dan? Wat zou u doen? He? Ik heb altijd maar één oplossing, en die komt wel naderbij, by the way. Want dat ging om die provinciale herindeling, sorry dat ik er even op terugkom. En daar las ik dat heel veel Limburgers dan liever bij België worden gehaald. Als dat dus zou kunnen gebeuren. Dan ben ik bereid om met de Flevopolder samen te gaan werken. Hè? Ja, zei die man, België ligt ons beter. Prima, lijkt mij. Uitstekend. Hè? Ja, wat je ook hebt, als de Engelsen zeggen dat ze daar uit de EU willen, denk ik ook altijd, prima. Donder maar op, ik wil helemaal geen probleem wat mij betreft. U zult de wrange vruchten in 2040 wel plukken. Hè? Want daar heb ik wel kijk op hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ja, dat debat dus. En in dat debat gebeurde iets merkwaardigs. Want die campagne, waarom had Rutte dat achterlijke verhaal gehouden? Omdat natuurlijk de SP toen op 35 zetels stond. En de VVD ook begin 30, ietsje minder. Dus hij dacht, die hele campagne gaat tegen de SP. Daarom dat gelul over de bolsjewieken in Nederland en de verschrikkelijke gevolgen die dat allemaal zou hebben. Dat was het. Maar in dat eerste debat waren er in feite... Geert deed niet goed, een zegen...
En er waren er nog twee. Emiel Roemer deed het niet goed. En Rutte viel ook tegen. Want Rutte had eigenlijk de hele campagne een beetje een structureel probleem. Dat wat hij mededeelde volstrekt onjuist bleek te zijn. Ja. En vroeger wisten we dat niet. Maar nu was het door mijn... Vorig jaar heb ik een conferentie gehouden die als naam had Fact-Free Politics. En dat heeft een enorme brede invloed gehad. Want als gevolg daarvan hadden ze een fact-checker benoemd in onze verkiezingscampagne. Joost Karhoff, weet u het nog? En als ze dan iets geks zeiden, dan werd er naar boven gebeld. Karhoff zat boven en die zei, ja, het is helemaal niet waar. Hè? En eigenlijk een groot deel van wat Mark Rutte zei, bleek helemaal niet waar te zijn. Ja, die €1000, omdat zich dat in de toekomst gaat afspelen, weten we nog niet helemaal zeker of dat waar zal zijn, ja of nee. Maar misschien kunnen we hier vast een opinieonderzoekje organiseren. Wie is samen met mij bereid om een aanbetaling op de elektrische fiets te doen? Op basis van de beloftes van Mark Rutte. Wie wil dat wel doen? Helemaal niemand. Nou, dat is wel bijzonder teleurstellend. Nou, ja, die beide deden het slecht. En op het tweede scherm, weet u nog het tweede scherm? Op het tweede scherm kwamen de tweets binnen. Nee, de tweets, hoe heet het? De tweets kwamen binnen. Ja, de tweets zal wel een of andere beatgroep zijn. Ja, ik ben het contact met die ontwikkelingen volkomen kwijtgeraakt. In de afgelopen 40 jaar. De tweets. En wat zeiden de tweets? Zijn de tweets representatief voor de Nederlandse bevolking? Nee, voor geen meter. Misschien moeten we dat ook even onderzoeken. Wie heeft al iets zitten tweeten op zijn iPhone terwijl ik bezig ben? Zoiets van hele leuke conferentie van Maarten van Rossum. Dat zijn ongeveer 140 tekens, dus dat krijgt u er wel doorheen. Wie heeft er al wat getweet? Helemaal niemand ook weer. U bent geen tweeters eigenlijk, of wel, of zie ik het verkeerd? Hier, waar? Heel hoog, ja, dat is het. Dat is het, ja. Was het wel positief? Dat is typisch de Twitter-generatie. Hè? Als het niet in 140 tekens kan worden samengevat, dan... U dacht natuurlijk al bij die cycloop, daar beginnen we niet aan. Hè? Daar beginnen we niet aan, ja. Anyway, op het tweede scherm werd gezegd die Samson, want die was er ook bij, die doet het eigenlijk verrassend goed. Ja, heeft zijn uiterlijk niet mee, maar had zichzelf een complete total makeover had hij laten uitvoeren. En hij deed het leuk, hij was gematigd, rustig, hij maakte geen ruzie. Hij vertelde geen dingen die niet waar waren, dus er stond Samson, die doet het leuk. En dat was eigenlijk al meteen het keerpunt in die hele campagne natuurlijk. Want toen zei natuurlijk, onze vriend uit Den Haag, die daar alsmaar niet weg wil. Kom op, Ferry Mingel, hè. Die zei van, zeg, die Samson, die doet het leuk. Hè? Zodat ook het studiopersoneel zei, zeg, die Samson, die doet het bijzonder aardig. Zodat in de ochtendbladen stond, goh, wat doet die Samson het leuk. Hè? Onverwacht, ja, die anderen zijn toch ver. Zodat in de avondbladen stond, die Samson, die is de glorieuze winnaar van het eerste debat. En toen kantelde eigenlijk die hele campagne en kregen we dat wonderlijke patroon in feite, wat we ons nooit realiseren, is natuurlijk dat heel veel mensen een eerste politieke keuze hebben, maar dat ze ook altijd een tweede politieke keuze hebben. En ze zijn gevoelig voor de manier waarop zo'n campagne loopt. Dus een potentiële SP-kiezer, afgezien van de geharde Stalinisten in die club, of Maoïsten, ik weet niet precies wat het is, die kan even makkelijk kan die voor de PvdA stemmen als die denkt, god, die Samson, wat doet die Samson het leuk, zeg. Dat is misschien toch een... Wat lollig is dat, ja. En zo werd die verkiezingscampagne, omdat die zo kort was, in feite beslist op basis van die dynamiek die in dat eerste debat gezet werd.
En toen kreeg je die rare race van de VVD en de PvdA. Wie zou de grootste worden? Want ja, ter rechter zeiden ze, dachten ze, als de Bolsjewieken aan de macht komen, nou dan kunnen we de boel wel onder water zetten. Hè? En ter linker zeiden ze, als die ellendeling van de Rutte, hè, met die €1000 en die elektrische fiets, als die daar dan weer in het torentje komt, dan zijn we gezochten. Dan is het klaar. Hè? Tegen Europa en ik weet al niet wat. En wat was het eindresultaat? Dat ze met z'n tweeën een ruime parlementaire meerderheid hadden. Die ze nu al lang niet meer hebben, omdat de modale Nederlandse kiezer van voren niet weet dat hij van achteren leeft. Ik zwijg nog even van Maurice de Hond. Waarbij je wel denkt, zou dat nou wel kloppen allemaal? Want die pijlers hebben er ook nu weer compleet naast gezeten. Ze zaten er in 2010 compleet naast. Hè? Ik ben gelukkig vergeten hoe het in 2006 was, maar ongetwijfeld zaten ze er toen ook compleet naast. Hè? Samson doet het. Nou ja, zo is het gegaan. En toen kregen we dus deze wonderlijke coalitie. Ja, waarbij ze hadden afgesproken, ze zouden geen compromissen sluiten. Er werd niks uitgeruild. Ze zouden op hun eigen terrein hun zin krijgen. Met als gevolg dat ze geen van beiden, althans de achterban, er niet erg gelukkig mee is. Maar in de Partij van de Arbeid, dat zijn op beslot van rekening Bolsjewieken, dus die zijn enorm gedisciplineerd. Die laten geen kik horen van hun onrustgevoelens. Maar wat gebeurde er in de VVD? Een veenbrand. Ja, door wie aangestoken? He? Wie steekt in Nederland altijd de veenbranden aan? He? Ze zoeken altijd naar een pyromaan, maar feitelijk kun je beter naar een krant zoeken. Dan weet je het beter wie dat gedaan heeft. Dat was de Telegraaf die daar wel een lollig campagnetje in zag. He? Weet je hoe dat ding heet? Het heet E-gripment. E-gripment. Ja, het heeft toch iets verontrustends. Ik kan een klauw uitschiet. Alien 1. He? Heeft u die gezien, Alien 1? Fantastische film. Fantastische film. Ja, ik geloof helemaal niet dingen, maar het is een fantastische film. Het zijn onze eigen naar buiten gekeerde angsten eigenlijk. Ja, de veenbrand in de VVD. Weet u wat mij zo opviel bij de veenbrand in de VVD? Dat er in 2010, toen wij het gedoogkabinetje kregen opgeserveerd, nou, ik wil gaan zeggen, geen veenbrand was, maar er was überhaupt nergens enige vorm van oxidatieproces te vinden. He, nog niet van 3 moleculen, bij wijze van spreken. Er is nog geen lucifertje afgegaan. He? Vindt u dat niet gek eigenlijk? En die fiscalisering van die inkomensafhankelijke premie, er zijn massa's dingen gefiscaliseerd, dames en heren. Ik weet niet of u zich daar zorgen over maakt, maar misschien denken de jongeren, we betalen helemaal niks voor die televisie en die radio. Maar uw luister- en kijkbijdrage is jaren geleden gefiscaliseerd. Die is ook nog niet zozeer inkomensafhankelijk, maar misschien wel een lollig ideetje trouwens om die ook inkomensafhankelijk te maken. Hè? Hoe rijker je bent, hoe meer je moet betalen voor die troep. Dat, nou, leuk, ja god dat ik dat aan. Dat ik daar zo spontaan op kom. Dat is echt ongelooflijk. Dus wat maakt het uit of je niveleert via die premie die je fiscaliseert, of via, wat wordt het nu, er wordt wat gerommeld met aftrek en zo. En het is ietsje minder, maar uiteindelijk. Nee, waar ging die veenbrand natuurlijk over, dames en heren? Die ging over het feit dat ze met de Bolsjewieken samen moesten gaan regeren. Terwijl Rutte had gezegd, nou ja, dat was het ergste wat er ooit kon gebeuren. Ik moest denken, u herinnert zich nog wel dat de JOVD geen spreekrecht kreeg op het congres, weet u het nog? Maar tenslotte toch spreekrecht kreeg, omdat Wiegel had gezegd, ja, Wiegel is eigenlijk een neef van Johan Cruijff, zoals u weet. Ja. En samen vormen zij het grootste filosofische duo wat de menselijke soort heeft ontwikkeld sinds wij bestaan. Als je ze bij elkaar zet, dan heb je eigenlijk helemaal niks meer nodig. He, je voegt Merkel nog toe en dan ben je klaar. Ja, het viel mij op, die jongen kreeg tenslotte toch spreekrecht. En toen had hij een
Nu gaat ineens die tijd als een scheet voorwaarts. Sorry dat ik dat helemaal niet goed in de gaten heb gehouden. Maar ja, dit wordt opgenomen, dan doe ik het morgen korter. Hè? Ja, DVD'tje moet vol. Die jongen hield daar een bevlogen betoog over dat als je als liberaal in je diepste liberale beginselen gekwetst werd, dat was dan kennelijk door die inkomensafhankelijke aftrek het geval geweest, dan moest je in opstand komen van je laten horen en dan diende je niet warm in met de schim van Thorbecke links van je staande, diende je daarover te spreken. Toen ik dacht, joh, waar was jij in 2010? Toen we een kabinet gevormd hebben wat in alle denkbare opzichten strijdig was met de liberale beginselen, met de christelijke beginselen en wat mij betreft ook met de humanistische beginselen. En waarom heb ik je toen niet gehoord, hè? Vanwege de liberale beginselen? Ja, u ziet, dit is een beetje een partijpolitiek slotje wat ik... Maar ach, ik dacht, dit is wel een meerderheid van linkse stemmers, als ik zo... Ja, ik durf dat wel een beetje aan. En dan met die elektrische fiets erbij, dan kunt u... Ja, wat nu? Want we zitten natuurlijk in zwaar weer en we hebben nog 1 minuut. Hoe moet ik er nou voor u een positief eind aan vastbreien? Eigenlijk heeft u dat al een beetje aanzien komen. Hè? Denkt u terug aan het najaar van 1982. En hoezeer we toen in de penarie zaten. Bovendien waren we toen nog weer een stuk armer dan we nu tegenwoordig zijn. En ja, ik heb diep medelijden met iedereen van 50 of ouder die werkloos wordt. Want dat is een drama waarvoor onze overheid eigenlijk geen antwoord heeft. En dat zou, naar mijn idee, wel moeten zijn. En zeker wanneer je net hebt besloten dat iedereen tot zijn 67ste door moet werken. He? Dat wil ik niet zeiken, maar toen ik tot mijn... Ik wilde wel doorwerken. He? En mocht ik doorwerken van de Nederlandse overheid? Nee, nee. En toen kon ik die elektrische fiets niet kopen. En nou ja, zo is van het een het ander gekomen. Daar komt het eigenlijk in grote trekken op neer. Ja, ik zou zeggen, denk terug aan 82. Lees er nog eens wat over. Op internet is alles te vinden wat u wilt vinden. En dan zult u zien dat we jarenlang echt zo depressief zijn geweest. Het was verschrikkelijk. En ergens... In 87, 88, 89, eerst wilden we het eigenlijk niet geloven dat het ging gebeuren of stond te gebeuren, begon die economie, die begon weer te groeien. En die is toen 14 jaar lang tot 2001 als een scheet doorgegroeid. En ons bruto binnenlands product is nog meer dan 30% groter geworden dan het was. Nou zijn verkeerde voorspellingen uit het verleden geen garantie voor verkeerde voorspellingen in het heden, maar... En ik zeg niks over 2040, al zou ik me dat best kunnen permitteren, want ik ben er toch niet meer. Hè. U kunt niet gaan bellen van zeggen, klopt geen reet van, ik ben weg. Dan, maar laten we het wat ruimer zien, op wat langere termijn en ons realiseren dat we in een van de vijf meest succesvolle en rijke landen ter wereld wonen en leven. Dank u wel.